Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer jullie dit filmpje al kijken. Welkom bij ons uitlegfilmpje van live 76, 7 oktober 2024. Even kijken of ik goed in beeld ben. Altijd fijn om even te zien. Ja, volgens mij wel. Ik ga vandaag met jullie een leuke creatie maken. Het is vandaag zondag 25 oktober. Als ik het goed heb, 25 augustus, oktober niet. Want het is het al geweest dan tegen die tijd. Dat ik dit filmpje opneem. En ik kan jullie vertellen dat onze sponsor vandaag voor deze live is. Hobby for You 2 uit Almere. Grappig, want ik kom zelf ook uit Almere. En ik denk dat we wel een leuke creatie voor jullie hebben. Ik hoop dat deze niet in de weg staat. Het is mijn werkbeschrijving die voor mij hangt. Ik ga dit keer mijn voorbeeldje maken met onze digipapier Sinterklaas en Zwarte Piet. Of Gluurpietje noemen we het eigenlijk. Gluurpietje. Omdat die net over het randje meekijkt. Leuke tekstjes erbij en zo. Ik denk van nou, ik denk dat deze wel heel erg leuk is. En omdat onze papier twee kleuren heeft, heb ik met distressoxide, Stormy Sky en Lavendel, heb ik dat gedaan, afgemat. En die heb ik straks nog wel nodig, dus ik leg het even aan de zijkant voor mezelf neer. Dat is wel zo makkelijk. We hebben de 0,5 strookjes, zoals jullie van ons gewend zijn. Die gaan we gebruiken. Ik heb twee rondjes. En die heb ik gemaakt met mijn ronde pons 21440023. Daarbij heb ik ook een splitpennetje. En ik heb zwart kartstok gekozen, omdat er veel zwart ook op mijn papier komt. En dit keer heb ik eenmaal A. En A is 25 bij 12. Ik heb één keer B. Die is 11,8 bij 8 centimeter. Ik heb één keer C. En C is 11,8 bij 4 centimeter. En ik heb één keer D van 6 bij 2. Ik heb één keer E van 10,5 bij 10. Ik heb twee keer F van 5 bij 8. 5 bij 8 moet het zo. Ik heb 1 keer G van 4 bij 4. Ik heb 1 keer H. En H is 19,8 bij 11,8. En ik heb 1 keer I van 10 bij 10. Als het te snel ging, onze werkbeschrijving staat uiteraard weer op onze groep bij de bestanden. Dus kunnen jullie het terugvinden. Daarbij heb ik designpapier gesneden 4 keer 11,7 bij 11,7. Dat is A. Ik heb B 1 keer van 11,7 bij 7,7. Ik heb 1 keer C van 11,5 bij 3,7. En ik hoop dat B goed zet was 11,5 bij 7,7. D is dus net zo groot. Dus ik denk dat ik die fout heb geschreven. Gesneden. Ga kijken. Die moet 5,7 bij 1,7. Ik denk dat deze te lang is. Dus die moet ik even straks aanpassen. Kan gebeuren. Geen probleem. Liever aanpassen dan om het tekort te hebben. Ik heb E 2 keer. En dus 10,2 bij 9,7. Ik heb 4 keer F. En F is 4,7 bij 7,7. Ik heb 2 keer G van 3,7 bij 3,7. Ik heb 1 keer H van 11,5 bij 7,5. Ja, ik heb 2 keer I van 11,5 bij 3,7. En ik heb 2 keer J van 9,7 bij 9,7. Nou, best een waslijst voor mij doen. Eentje denk ik dat ik fout gesneden heb. Maar dat gaan we straks zien als we aan het bezig zijn, aan het werk zijn. Komt goed. Alles komt altijd weer goed. Zo niet, dan doen we het gewoon. Ik leg alles aan de kant. Ik heb een, nou ja, bijna schoon blad. Want ik heb net lopen snijden. Dus je ziet, de pluisjes liggen er nog. Maak hem straks lekker schoon. We gaan onze rilbord erbij pakken. Onze snijen rilbord. Ik zet jou even aan de kant.
Dat is mijn andere creatie die ik heb gemaakt. Die moet eventjes goed staan. Nou, ik moet wel even, dus ik ga hem even iets omhoog doen. Mijn liniaal ligt hier altijd, dus ik leg die even over de spons heen. Jullie kunnen het goed zien. Mes omhoog, rail mee beneden. Zien het goed? Onderkant zien jullie niet, maar die gebruik ik toch niet. En we gaan beginnen met A. En A gaan we op de lange kant, gaan we die rillen op 12. Dus de kant van 25 gaan we rillen op 12. En op 13. Leggen we de railbord weer weg. En dan gaan we even vouwen. Zodat we een basiskaart hebben. Een basiskaart. En als het goed is, is die dan ook even lang. Dan leg ik hem open. Ik kan me aan laten staan. Want er is geen probleem. Want dan draai ik mijn dessinpapier ook even om. Want we gaan nu ook dessinpapier A pakken. En die hebben we 4 keer. En ik ga hem even kijken hoe ik hem ga neerleggen. Aan de binnenkant ga ik hem plakken. Even nadenken, want dat komt aan de linkerkant. Ik had het bedacht hoe ik het wou hebben. Maar dan moet ik het natuurlijk wel goed doen. En aan de rechterkant. Deze twee komen straks aan de buitenkant. Dus die gaan we plakken. Maar eigenlijk, voor ik het ga plakken, vind ik het wel leuk om deze hoekjes even af te ronden. En dat doe ik met de fase creatief pons 2137003. Ik ga hem op 7 mm doen. Net een flauwe hoek eraf. Niet te veel. Even net weer even wat anders. Dat betekent dat ik dan, als ik deze doe, aan twee kanten natuurlijk ook de 0,7 af moet halen. Goed erin doen. En dat doe ik aan die kant dan ook. Ik had het in mijn hoofd hoe ik het wou hebben. Ik heb het er niet opgeschreven. Lekker slimme Bjank. Doe ik even mijn hoekjes af beinkten. Ik zet gelukkig nog ink op. Mijn lila is wat lichter. Dus die moet wel even wat dubbel gedaan worden. Nou, dan gaan we deze lijmen. Het is vooral weer veel lijmen plakken. En meten. Ik vond hem wel leuk om een keer voor zin te maken. En we hoeven dan niet eigenlijk alles in het blauw of alles in het roze. Het is niet echt roze, het is een beetje paarsachtig te doen. Maar ik denk van nou, ik ga hem lekker zo doen. Ik ga hem omdraaien. Dan heb ik blauw aan deze kant. Dus ik ga nu ook blauw aan deze kant doen. Want het is de voorkant van mij. Dan ga ik dit twee hoekjes afponsen met die 0,7 en deze komt dan aan die kant. Zullen we die, komt achter, ja, maakt niet veel uit, zit toch achter. En daar doe ik ook de hoekjes. Nou, blauw niet echt veel nodig, dat was ook al lekker een beetje ruim geweest, dus die hoef ik niet te beinkten. Ik ben nooit zo alleen de randjes. Ik vind het altijd leuk als het een beetje meer uitloopt. Ik ben altijd lekker radicaal met mijn inkt aan het beinkten. Nou, en dan plakken we de voorkant ook. Dan hebben we de basis geplakt. Vul je dat nou dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk in het midden ook een strookje. Dat kan, hè? Dat zou Debbie doen. Ik vind het altijd leuk om met kleur te spelen. Maar dan komt daar een strookje van 0,7 centimeter bij. 11,7. Oftewel, ja, zeg goed. Ik doe het niet, maar het kan. Dus 0,7 bij 11,7 hoog. Dop. We gaan de dop erbij pakken. Leg de basis even omhoog. Want ik ga ook mijn kartstok even omdraaien. We hebben A. En we hebben B. En we hebben D.
Deze gaat een pocket worden. En dan, die komt aan de rechterkant. En die komt dus aan deze kant. Nou heb ik hier een hoekje afgeponst aan de onderkant. Dus ik kom hier op één kant. Ga ik daar ook die 0,7. Ga ik dat doen. Die komt zo. Daarop komt C als pocket. Die komt weer hierop. Dus die heeft dan aan één kant ook het afgehoekte hoekje. Dus die komt weer daarop. Nou, komt deze gewoon daar. Dus die hoeft er niet. Kijk, alles ligt hier. Maar ja, stofzuiger staat nog. Ga ik ze weer omdraaien. Dat al die voor me ligt. Dan ga ik aan de smalle kant, onderkant, smalle kant. Bij alle drie ga ik een 0,5 strookje plakken. Dus dan pak ik daarvoor mijn Dutch doobadoo lijm. Een dip heeft meestal al zeg maar dubbelzijdig tape op gedaan. Ik vind het niet zo fijn werken. En zo hebben we allemaal onze eigen methodes. Dus vind je het wel fijn? Doe het lekker. Dan gaan we daar eerst even de B plakken. Ik ga hem aan de zijkant plakken. En ik heb gewoon de rest van mijn papier wat ik over had, heb ik gesneden. Dan plak ik hem over dat ronde hoekje af. Maar dat knippen we straks gewoon weg. En we gaan de overtollige gaan we even afknippen. Draai ik hem weer om. Pak ik even een dun schaartje. Nou ja, zeg. Het zit gewoon allemaal vast in elkaar. En dan knippen we het overtollige eraf. En deze had ik niet geluimd. Kijk, hoppa. Een klein hoekje eraf. Dat zie je straks niet. Dan kunnen we deze restjes gebruiken voor de C. Dus weer smalle kant. Lange kant onder. Smalle kant tot aan de ronding. Wat? Blijf maar gewoon staan. Dan plakken we daar weer die 0,5 strookjes bovenop. Op wat wij met lijm hebben ingesmeerd. Dan pakken we weer de schaar. En dan knippen we de overtollige weer af. En we knippen hem schuin weg. En dan hebben we daar ook weer dat hoekje. Die komt hier bovenop. Dan heb ik hier D. Nou, D is heel kort. Maar toch ga ik daar eventjes een strookje plakken. Want we willen daar ook een leuke pocket in zetten. Of een leuke tag in doen. Dan moet die wel eventjes lekker geplakt worden. Nou, die is iets aan de schuine kant. Dus die doe ik gewoon iets omhoog plakken. Nou net iets te weinig lijm op. Ben ik nou te scheutig geweest? Nou ja zeg. Nog een keer. Te zuinig met mijn lijm. Dan maak ik de lijm overal vandaan trekken. Nu heb ik hem te weinig. Vinger erop. Die komt er tegenaan. Niet wegduwen. En die komt er weer tegenaan. Dan was deze te lang, dus die knip ik af. Die is te lang. Die is te lang. En die is te lang. Nou, die bewaren we. De restjes, dit stukje kan ook nog wel bewaard blijven, maar dit hoekje hebben we niet nodig. Dan gaan we eerst B plakken. Dus we gaan nu lijm doen op die halve centimeter stroken. Die plakken we aan de binnenkant van je basiskaart. Ik heb hem ietsje kleiner gelaten. Omdat je altijd zo'n beetje een marsje moet rekenen voor je rilmaat.
En dat vergeet ik soms wel eens. En dan denk ik, waarom past het nou dan niet zo lekker? Maar dat komt omdat ik hem dan strak doe en dat klopt niet. Daarvoor heb ik B en dessinpapier en die komt uiteraard hierop. En dan had ik hem zo gesneden dat hij doorliep. Vandaar dat ik even moest nadenken. Eén hoekje gaat weer een halve centimeter of die 0,7 hoekje eraf. En dan plakken we het dessinpapier hier op. Hop, 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 dessinpapier erbovenop. Als het goed is, zien we dan dat zwart weer terugkomen. Heel een millimetertje verspilling. Poffendorie. Nou, dan pakken we C, waar we net die 0,5 strookjes op hebben geplakt. En dan smeren we weer lijm op die 0,5 strookjes. U zegt, we draaien. Deze is iets te lang. Dan moet een heel klein puntje af. Zo. Dit plakken we hier bovenop. Nou, had ik het voordeliger kunnen snijden. Ik had die, had ik het eraf kunnen halen. Steeds een stukje eraf. Maar ik heb hem nu zo gesneden dat mijn dessinpapiertje gewoon netjes doorloopt. Ja, voordeel denk ik als je soms wel weet wat je wilt. Die één. Kopje er weer af, wat we net ook hebben gedaan, hè. En dan komt daar mijn dessinpapiertje C op. Fijn om het even te vertellen, Bianca. Nou, dan hebben we hier zo de pocket aan de binnenkant. Deze komt hierbovenop. Dat vond ik een leuk idee. Gewoon een beetje speels maken. Dus daar komt deze bovenop. Doe ik weer mijn 0,5 strookjes plakken. En dan plak ik hem hier bovenop. Kijk, en nou kom ik dus bij het dingetje. Bij dessinpapiertje D. Die moet D is 5,7 bij 1,7. En wat heb ik gedaan? Ik heb hem 11,7 gedaan. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Ik vind hem alleen jammer dat ik dan hier net een klein strookje over heb. Dus ik ga even kijken. Wel, alles valt op de grond. Ik ga hem gewoon even opnieuw snijden. 1,7 breed. Bij 5,7, Bianca. En dat heb ik restjes papier altijd aan de zijkant liggen. En dat vind ik dan erg prettig. Nou, die klopt. Dus haal ik daar even mijn inkt erover. Voordat ik dan altijd alles opruim hier aan de zijkant, laat ik het eerst al mijn restjes liggen. Oh, gelukkig zien jullie dat niet, maar het ziet er niet uit rechts van mijn blad. Maar dan kan ik daar netjes mijn papier kijken. Nou vind ik dat mooier als dat zo doorloopt. Oké. Nou. Poei, poei, poei. Hierin komt tag 1. En dat is E. Die komt hier bovenin. Maar we hebben de rondjes afgehoekt. Dus ik ga mijn hoekjes nu ook lekker afronden. Ik ga dit keer geen tekkie als basis erop doen. Ik vind het ook weer een keer leuk om hem gewoon recht te houden. Daar komt dessinpapier E op. En E is 10,2 bij 9,7. En die heb je twee keer. Zoals ik al zei, het is veel plakwerk. Au. Ik heb af en toe mijn velletje er gewoon tussen zit. Nou, die is leuk, hè? Kiekeboetje komt hier bovenuit. Nou, hoop ik dat ik het heb gesneden ervoor. Dat straks ook goed terug zit. Ik moet altijd, als ik mijn dessinpapiertje plak, moet ik hem altijd even vasthouden. Dan zie ik het beter, want ik van die focusglazen zie ik niet altijd heel goed. Ik plak over de E heen, dus ik hoef hem niet uit te gummen. Hoe prettig is dat? Nu moet ik even vasthouden. Kan ik het beter zien? Wat doe je oud dan, hè? Die komt hier in. Maar ik laat hem heel even drogen, want mijn papiertje is nog niet helemaal goed droog. Dan heb ik
hier F. En F die komt zo als twee leuke tikjes erin. Gaan we ook afronden met de 0,7. Wat een bende maken we er vandaag van. Maar ja, kan ons het schelen. Ik net zei, ik heb vandaag lekker mijn huis gedaan. Stofzuigen staan nog klaar. Want de hobbykamer moet nog even gestofzuigen worden. En bij de wasmachine. Dus no problem. Daarvoor hebben we de seinpapiertje F. En F is 4,7 bij 7,7. En die gaan we natuurlijk ook alle hoekjes even afronden. Je ziet, ik heb hier een heel klein gluuroog van Pietje. Die doen we gewoon op de achterkant. Maar dan kon ik hem voordelig snijden. Ik had ook gewoon nog extra blaadje kunnen uitprinten natuurlijk. Maar goed, dat had ik niet gedaan. En ik denk aan de achterkant kan het wel. Oh, die moet er wel goed in doen, Jank. Zo, ik gooi het allemaal zo. Aan de zijkant. Leg hem even voor me neer. En die komen achter en die komen lekker voor. Die komt op de voorkant van mijn tikkie. En de randjes, de hoekjes hoefde ik niet af te ponsen, want die had ik nog aardig. Of af te ponsen, af te beinken, want die had ik aardig ruim ingezet. De ene keer denk ik van, daar moet nog een dingetje op. Maar voor nu vind ik dat wel goed. En ondertussen plakken we deze er ook op. Nadeel van deze lijm is dat het altijd net even wat langer duurt voordat die droog is. Ze schuift altijd heel snel. Nou hoop ik dat deze goed droog is, want dan past hij er netjes in. Het gaat altijd net even wat stroever, hè? Omdat je een twee decembertjes op hebt gedaan. En die komt hierop. Nou, kijk hoe leuk dit al is. Dan had ik daar G in, want ik vind het leuk als hier natuurlijk ook een klein tikkie in zit. En G is 4 bij 4. Nou, we hebben net alle hoekjes afgerond. Dus wat doen we met G? Precies, gaan we ook even afronden. Dan hebben we het designpapiertje G van 3,7 bij 3,7. Niet zo mooi die. Kom. En die komt ook. Hoppa, aan de kant. Dan gaan we die ook de zijnpapiertje op mijn tikkie plakken. Ik kan straks een leuk stempeltje op ofzo. Heb ik nog niet gedaan. Ik ga lekker straks, als die af is, de basis, ga ik op mijn gemak kijken wat ik hem ga oppimpen. Maar tegen de tijd dat dit filmpje online komt, hebben jullie de foto's al gezien. Dus jullie weten hoe die dan opgepimpt is. En die komt hierin. Nou, dat is al de basis. Die kant gaan we ook wat leuks doen. Dus dan leg ik hem weer even aan de kant. Kan die even lekker drogen. Want wij gaan haar erbij pakken. En onze railbord. Daar is die weer een keer. Mes weer goed omhoog zetten. En we hebben hem 19,8 bij 11,8. En we gaan hem rillen op de lange kant van 19,8. Op 7,8. En 15,8. Nou, is dat een beetje lastig op deze. Dat vind ik altijd heel vervelend. Maar even kijken. Ik kan wel vanaf hier leggen natuurlijk. 15,8. Ga ik hem daar even een klein potloodstreepje op zetten voor mezelf. Omdat mijn railbord niet lekker doorloopt. Je kan hem ook zeggen van ik draai hem een half en ik ga hem op 4 doen. Dan kom ik ook uit.
Dus dat kan ook. Dus dat ga ik nu even doen. Maar in principe... Maar laatst staat er iets bij. Dus het is 7,8 en 15,8. Maar omdat die 15,5 goed te zien is, maar daarna bij mij heel lastig. Ik zal die streepjes even moeten... Kan ik straks wel eens even doen. Dan heb ik hem omgedraaid en heb ik hem 4 gedaan. Dan gaan we hem vouwen. Dan zien jullie wat het wordt. Dan wil ik mijn hoekjes van deze afronden met mijn pons. En dat doe ik weer met die 0,7. Om hem nou lekker dicht te krijgen, ga ik aan deze zijkanten ga ik een 0,5 strookje plakken. Nee, dat gaan we nog niet doen. Wacht even. Ho, terug. Ik ga een stukje terugspoelen voordat ik dat ga doen. Ik vergeet het. Ga ik eerst even een dessinpapiertje plakken. En dessinpapiertje is H. Dat is deze. Die gaan we eerst plakken. Sorry. Anders kunnen we er straks niet meer bij. We gaan H plakken. Dus zijn papiertje H aan de onderkant die we net naar boven hebben gerild. En H is 11,5 bij 7,5. Piep piep, als die open gaat. Er is gluurpiet. Dan komen daar mijn rondjes die ik had gemaakt met deze. En die is 3,2. Je kan hem ook smaller maken, wat je wilt. Ik heb er eerst 1, want dit wordt mijn sluiting. Ik wil hem dus eigenlijk aan deze kant zo, dat als ik hem open doe, dat mijn klepje open gaat. Dus ik leg hem er weer even goed op, dat ik ongeveer net iets in het midden ben. Dan pak ik even een potloodje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hier gaat hij mijn open. Hij moet draaien, hij moet naar beneden. Dus ik ga hier mijn... een gaatje maken. Die ga ik als eerste doen. Dan pak ik daar even mee. Uit de kast. Komt u maar uit de kast. En ik heb het grote gaatje. Die ga ik even. Dan pak ik mijn tweede. Want ik wil eigenlijk mijn... hoe noem je dat? Ik wil hem graag even wat steviger hebben. Mijn sluitingje. Dus ik ga er even een tweede rondje op plakken. Had ik natuurlijk ook eerst kunnen doen. Maar ik doe het altijd net even weer andersom. Wel met dus doe ik doe. Dan ga ik nog een keer dat gaatje maken wat ik net heb gedaan. Ja. Nou, die heb ik zo nog nodig. Dan ga ik dat weer neerleggen. Dan ga ik hem verdelen. Ongeveer op het oog in het midden voor mij. Dus ik hem dan draai. Ja, dan kan hij open. Ja, hou je vinger even op dat gaatje. Dan ga ik kijken. En dan zeg ik, nu met de gewone potlood. Hier moet het rondje. Dan moet het rondje. Dus die ga ik even uit. Hoppa. Nou kan ik wel aan de kant. Want nu pak ik mijn splitpen. Doe ik hier doorheen. Ga ik hem hier ook doorheen doen. En dan ga ik hem aan de binnenkant lichtjes buigen. Niet te strak. Ik wil hem natuurlijk wel bewegen. Maar ik wil hem ook niet, zoals nu, dat hij te los is. Hij moet ietsje strakker. Kijk, en dan kan die opa, je clipje open. Dus dit is mijn sluiting van mijn envelopje. Nou gaan we wel die 0,5 strookjes plakken. Dus waar we de gaatjes in hebben gemaakt aan de onderkant, doen we aan de zijkanten 0,5 strookje. Je kan hem natuurlijk ook dicht plakken. Want dan kan er gewoon niet zo heel veel in. Maar ik vind het altijd wel leuk om
er wat in te kunnen doen. Dat heb ik nu trouwens niet gezegd van, zit niet in het boodschappenbriefje erbij. Want het is vrij om zelf wat in te doen. Ik vind het altijd leuk als je dan bijvoorbeeld met Sinterklaas of zo een leuke cadeaubon of wat dan ook. Of een gedichtje, dat je dat er leuk in kan doen. En een chocoladeletter erop. Nou ja, noem het op. Keuzesreuze. We hebben nu 0,5 gedaan. En op die 0,5 ga ik weer lijm doen. Ik voel me net zo'n juffrouw. En dan plakken we hem dicht. En dan houden we hem even vast. Dan deze hebben we zo nog wel even nodig. Maar de top erop, want het is bedoeld, wordt gauw droog. Want we hebben de seinpapiertje H. En H gaat op de klep. En die hebben we 2 keer. Nou is H bij mij te groot. Nou, geweldig. Ik denk dat ik hem 11,7 heb gedaan. En hij moet 11,5 zijn. Nou, hij is wel 11,5. Maar hij is toch echt te groot. Hoe dan? 10,5, Bianc. Dus die moet even aangepast worden. 10,5 moet die zijn. Maar beter aanpassen dan dat die te kort is, jongens. 10,5. Die ga ik even op mijn werkbeschrijving aanpassen. Even kijken, de bovenkant gaat de hoekjes eraf. Die kant en die kant. Die kant en die kant. Hoppakee. Pak even een lavendel erbij. Deze heeft niet zo heel veel pigment. Maar net even voor mijn gevoel, omdat ik dat heb gedaan. Komt daar dan weer. Op mijn klepje komt dan het designpapier. 10,5, Bianc. 10,5. 10,5 bij 7,5. Nee, 10,5 bij 3,7. Dat heb ik deze dan gewoon ook smaller gemaakt. Ik snap het al. Nee, hij is goed bij jullie. Ik zie al wat mijn fout is. Ik heb mijn envelopje ook smaller. Ja. Die had 11,8 moeten zijn en ik heb hem op 10,8 gemaakt. Dus nou, opgelost. Ik doe helemaal niks aan mijn werkbeschrijving. Ik moet hem gewoon in de lijf, dus wel de goede maten nemen. Want ik heb hem nu gewoon te smal gemaakt. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit, want dat past ook. En misschien is dat eigenlijk nog wel leuker. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Wie zal het zeggen? Mijn sluiting is deze. Dus dit is mijn envelopje. Dan draai ik mijn envelopje op. En nou denk ik dat ik straks de fout in ga. Maar dan gaan we zien. We gaan hem aan de smalle kant. Onderkant, smalle kant, 0,5 strookjes plakken. Jawel, dan komt hij weer. Lekker. 0,5. Plakken maar. En die gaan we plakken. Oh, die was nog niet droog. Ging te snel. Nu wel. Knippen we even af wat overtollig is. En bewaar ze, hè? Want die komen altijd weer van pas. Nu ga ik mijn basis erbij pakken. Kijk, en nu zie je dat die te smal is. Maar ik vind dat eigenlijk wel heel leuk, eerlijk gezegd, in plaats van helemaal. Eigenlijk was het bedoeld dat die zo zou komen. Ik denk dat ik het ga aanpassen. Haha, zie je?
Ga ik toch nog mijn werkbeschrijving aanpassen. Ik ga op die 0,5 strookjes op de achterkant ga ik weer mijn designpapier of mijn strookjes lijmen. Wat gaan we doen? We gaan de lijm opsmeren, Bianc. Yes. En die komt dan hier op. Een beetje verdelen dus nu. Ik had hem in mijn hoofd anders. Maar eerlijk gezegd vind ik dit wel leuker. Dit stukje. Dus, maar dat betekent dat mijn tekkie, die ik heb gemaakt, die gebaseerd is op die 11,8 er niet in past. Kijk. Want hij is 11,8 of 10,8 is centimeter af, is 9,8. Dus zou die dus 9,5 moeten worden. Ja, dus hij wordt 9,5 bij 10. Dan is mijn dessertpapiertje die ik heb gesneden ook niet goed, want die moet dan 9,2 zijn. Altijd 3 mm eraf. Dat doen we even. En dat doen we bij deze ook. 9,2. En ik vind hem leuker, dus ik ga hem aanpassen. Dus mocht je nou het filmpje zien en denken van ik heb andere maten, dat klopt. Ik heb hem tijdens deze opname aangepast. Bij deze heb ik dat dus gedaan. Dan gaan we de hoekjes natuurlijk even afponsen, want dat vergeet wel, maar hebben we bij alles gedaan. Dus dat gaan we bij deze ook doen. En dan gaan we bij die ook doen. Aan alle vier kanten gaan we die hoekjes weer af. Gooi het lekker opzij. Daarom maken wij ook altijd ons bureau naar elke creatie weer opruimen, schoonmaken. Zodat we weer lekker schoon kunnen beginnen. Dus als je nou denkt, nou klopt niet mijn papier, dat klopt helemaal. Ik heb hem tijdens deze lijn aangepast. Ik krijg een berichtje van mijn dochter binnen. Die is nu op dit moment lekker op vakantie met een vriend. En deze moet ik uitgummen. Die zit een beetje te ver op het randje. Toch nog gummen. En die zijn vandaag een boottochtje aan het maken. Op kos. Heerlijk. Leuk. En deze plak ik zo erop. En die komt dan weer hier leuk in. Dan doe ik het even voorzichtig, maar hij is niet helemaal droog. Nou, kan je hem zo laten? Dat kan. Ik ga er denk ik een leuke bellyband eromheen. Je kan hem ook met een ander soort sluiting maken. Dat laat ik jullie helemaal vrij. Je kan hem ook gewoon zo, echt als een leuk kaartje, kan je hem geven. Misschien doe ik dat ook wel. Of we gaan bellyband. Ik weet het niet. Dat ga ik gewoon even zien. Maar in ieder geval hebben we hier ontzettende leuke tekkies erin. We hebben hier een envelopje. Daar wat in kan. Met onze kiekeboe pietje. Ik heb hier bewust niks voor gekozen om het in te doen. Want je kan er bijvoorbeeld een leuk gedichtje in doen. Voor iemand die hebt met loodjes getrokken. Of wat dan ook. Je kan er een leuk cadeaukaart in doen. Als je een wat ouder iemand hebt. Dat je zegt van leuk met Sinterklaas. En we hebben hier een tekkie erin. Nou, dit was mijn live 76 creatie van 7 oktober 2024. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Excuus dat hij hier net even anders is geworden. Maar ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk veel blijer mee dan dat hij breder was. Dus dat ga ik gewoon even lekker aanpassen op mijn werkbeschrijving. En we houden hem deze maat er lekker in. Dit was het voor vandaag. Je hebt 14 dagen de tijd voor onze hobby onze sponsor van Hobby for You 2 uit Almere. Om een prijs te winnen. Maar je mag hem natuurlijk altijd maken. Wij zeggen altijd 365 dagen per jaar mag je hem maken en laten zien. En hij is ook bijvoorbeeld heel leuk voor een verjaardag. Of met ander papier voor de kerst. Nou, noem maar op. Ik ga er lekker mee spelen. Ik ga hem lekker oppimpen. En wij zijn benieuwd naar jullie creatie. Nou, fijne dag voor de rest. Doei doei!